hebben een tribute gedaan aan Nevermind, het album van Nirvana dat dit jaar 25 jaar bestaat. Met een 85-koppig orkest en wij twee. Bring your friends, it's fun to lose. To pretend she's overboard. Johan Hauser, die heeft, zeg maar, hij is initiatiefnemer en hij is toen gaan samenwerken met Intro in Situ, met Jesse Passanier. En vanuit daar hebben ze ons benaderd als band, want wij hebben natuurlijk Nu of Nooit gewonnen en dan sta je in de picture en vanuit daar is de ingang eigenlijk direct gelegd. Voordat ik dan echt begon met schrijven, ja, dan loop ik zo rond met het idee van, oh ja, Nirvana, Nevermind, ja, die plaat kennen we wel van vroeger. Dan ga je luisteren en van, oh ja, bouw je eigenlijk ideeën op van hoe je dat gaat vormgeven met het orkest en welke rollen je, ja, hoe je de rollen een beetje gaat verdelen. En je wil natuurlijk gewoon die Nirvana sound weer niet kwijt, weet je. Het zijn natuurlijk twee werelden die eigenlijk normaal gesproken niet met elkaar echt in aanraking komen. Je hebt de wereld van de blaasmuziek, die spelen ook wel eens wat vaker lichte muziek. Maar alternatieve rockmuziek en grunge in het bijzonder natuurlijk, dat is een hele andere wereld. Dat is gewoon heel erg tof. Dus, mensen kennen al die nummers eigenlijk. Dus zodra je iets inzet, dan merk je in de zaal dat het gewoon begint te leven. En zo, oh ja, die ken ik ook. Maar dat bij elk nummer. En tegen het einde moshpits en mensen die meestal te schreeuwen en te springen. Dus, Kijk, dit is eigenlijk de laatste van onze serie van 3 concerten. En ik heb er straks al tegen een aantal mensen gezegd, het is eigenlijk jammer. Want ik denk dat dit, noem het maar een product, dit wat we nu gedaan hebben, dit project, dat dit eigenlijk nog wel veel verder uitgebouwd kan worden. En op veel meer plaatsen denk ik wel dat daar podium voor is.